allemaal en welkom terug bij een nieuwe review van Car Lounge. En ditmaal zit ik in de Renault Captur. En de Renault Captur is toch wel een van de favoriete auto's van Car Lounge. En ben jij nou benieuwd waarom juist deze onder de favorieten van Car Lounge valt? Blijf dan vooral even kijken. En wie weet rij jij binnenkort ook in een Renault Captur. Veel kijkplezier. Een favoriet is het zeker. Waarom? Omdat na het rijden van veel verschillende auto's er gewoon vrijwel geen kritiekpuntjes zijn op deze Captur. Het rijgemak is super dankzij de hoge zitpositie wat perfect zicht geeft op de weg. Renault heeft in deze Captur aan alles gedacht. Een hands-free card in plaats van een standaard sleutel, sfeerverlichting in de auto en zelfs een opbergvakje speciaal voor je nachtbril of zonnebril. De vrouwvriendelijkheid en dan het exterieur. Heel veel credits voor het exterieur van de nieuwe Captur. Dankzij het moderne uiterlijk van deze Renault is dit model geschikt voor iedereen. Jong en oud, alleenstaand of met een gezin. En zowel een sportieve, stoere look voor mannen als een charmante, elegante SUV voor dames. De Captur is privé te leasen in de kleuren rood en grijs-zilver. Net zoals het exterieur is er ook veel aandacht besteed aan het interieur. Strakke lijnen, opvallende stoelen, moderne vormen en het gebruik van veel verschillende materialen onderscheidt het interieur van andere modellen. Renault durft out of the box te denken. Zo hebben ze er bijvoorbeeld voor gekozen om het dashboardkastje niet uit te laten klappen, maar uit te schuiven. De vrouwvriendelijkheid krijgt dan ook een cijfer van een 9. Deze 5 deurs met 5 volwassen en ruime zitplaatsen heeft genoeg ruimte voor een heel gezin. Ook je hond kun je er makkelijk mee vervoeren. De laadruimte is groot en biedt de mogelijkheid om de achterbank te verschuiven en de laadvloer in hoogte te verstellen. Ook zitten er in de auto genoeg plekken om je spulletjes neer te leggen of op te bergen. Het cijfer voor de ruimte van de Captur komt dan ook uit op een 8,5. De Renault Captur is een van de goedkoopste crossovers in zijn klasse. Het verbruik is 1 op 19, wat een gemiddeld gebruik is voor een auto als deze. Het is overigens mogelijk om de auto op eco-modus te zetten, waardoor hij zuiniger in gebruik is en beter voor het milieu. De prijs wordt beoordeeld met een 8. Net zoals de vorige punten, scoort de Captur ook erg goed onder het kopje veiligheid. Zo heeft het Euro NCAP de auto beoordeeld met 5 van de 5 sterren. Bijzonder aan dit model van Renault is dat de auto in de buitenspiegels oranje lampjes bevat die afgaan wanneer er iemand in je dode hoek zit. Ook heeft de auto ISOFIX, Hill Start Assist, kinderslot en centrale deurvergrendeling. Al met al, in deze Captur zit je zeker veilig. De score voor de veiligheid van de Captur komt dan ook uit op een 9. Standaard verzorgd met airconditioning, elektrisch bedienbare voor- en achterramen, elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, AUX-aansluiting, Bluetooth, een multifunctioneel display en stuurwiel, ingebouwd navigatiesysteem, radio, USB-aansluiting en ga zo maar door, is de Captur een van de koplopers op technologisch gebied. Alles wat je nodig hebt aan deze interessante snufjes zit op de Captur. Het cijfer voor de technologie komt dan ook uit op een 8. Begrijpen jullie nu ook waarom de Captur in de favoriete lijst van Car Lounge staat? Want wat een fantastische auto is dit. Het is moeilijk om kritiekpunten te vinden, daarentegen verbaast deze crossover ons telkens weer. Ben jij op zoek naar een ruime, sportieve, slimme en comfortabele auto, dan ben je bij de Captur aan het juiste adres. Het eindcijfer voor deze Renault komt dan ook neer op een 8,5.